Hoe kom je met dit slechte weer je vakantie door? Door zelf je fruit te plukken bijvoorbeeld. Dat kan bij plukkerij Fram Blij in Monster, waar veel mensen maar wat graag op pad gaan om hun mandjes te vullen. Nou, goedemiddag, u bent hier bij de plukkerij Fram Blij. De jonge kinderen staan te trappelen om aan de slag te gaan en hun bakjes te vullen met zelfgeplukt fruit. Het is gewoon, ja, dan leer je ook goed omgaan met fruit en ook voorzichtigheid. En dan leer je ook weer nieuwe fruit proeven. Nou, omdat het avontuurlijk is om tussen de takken te lopen en te zoeken. Want dan kan je gewoon zelf gewoon je eten plukken. Dirk Bruinsma is eigenaar bij de plukkerij en legt uit waarom mensen zelf aan het werk worden gezet. Ja, de mensen ook een beetje wat te leren, zo gezegd. En, ze hebben gewoon volgens mij een leuk uitje en ze komen met wat lekkers thuis. Ja, win-win, denk ik. Ja. Voor de ouders is het weer wat anders dan de speeltuin of een pretpark. Zij willen hun kinderen dan ook iets meegeven met dit bezoek. Ja, ik denk dat het voor hun dan ook het leuk is om te zien waar het precies vandaan komt. Hè. Als je bijvoorbeeld in de winkel kijkt, daar ligt het kant-en-klaar. Hier mogen ze het zelf plukken, dus dat is het nog eens extra leuk. Ja, het is gewoon een leuk uitje met die kleine en je hebt lekker vers fruit. Het is biologisch, het is allemaal goed. En als je dan een volle bak met fruit hebt verzameld, dan wil je natuurlijk wel proeven. Nee. Meestal maak ik er eerst jam van. Heb je al geproefd? Ja, een paar. En welke voel je nou eigenlijk het lekkerst? Ik denk de aardbei. Hoe smaken ze, die druiven? Heerlijk.